Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik wil allereerst beginnen, want ik houd me alleen bezig met dierenwelzijn als dierenambassadeur. En ik ga me niet baseren op Archimedes, zoals mijn collega, maar ik hou me bij Nostradionis. En ik heb tot nu toe altijd nog gelijk aan alles wat ik gezegd heb, dus zo mag ik mezelf noemen. En ik wil graag een reactie hebben van de minister. Allereerst, dierenbeschermingsorganisaties, die hebben een advertentie geplaatst over een beetje dierwaardig bestaat niet, minister Adema. En dat heeft de minister vast wel gelezen. En daar had ik graag een reactie op gehad. En ook sowieso heeft de dierencoalitie en ook een samenwerking met mevrouw Nancy de Heer, die hebben wat punten en vragen ingediend. En omdat ik weinig tijd heb, wil ik er ook graag een reactie op hebben. Die zijn ook allemaal bij de minister bekend. En ik zou ook inderdaad hier, het werd ook al door mijn collega gezegd, bijvoorbeeld Farmers Defence Force bij betrekken. Want dat zijn, tot nu toe, is dat de enige organisatie bij mij in mijn 17 jaar geweest, die wel willen meedenken. Bijvoorbeeld ook de varkensspecialist van Farmers Defence Force. Die zeggen nou, wij willen best naar karkasvervoer, maar dat moet wel allemaal betaalbaar zijn voor de boeren. Dus waarom worden die jongens net nergens aan tafel? Ik vind dat echt onwaarschijnlijk. Het is de tweede grootste club van Nederland. Dus had ik zie de minister al geïrriteerd neerschudden, maar dat valt niet uit te leggen. Dus ik wil ze ook hier graag bij betrokken hebben, omdat die mensen wel mij ook steunen in mijn dierenwelzijnsbeleid. Die zeggen, we willen best ermee, want een boer wil het gewoon goed voor de dieren doen, maar ze moeten gewoon betaald krijgen. Dat moet ook ten laste gaan van de quote top 500 jongens. De supermarkten, die pakken het grote geld. En we leggen de boeren van alles op. En ook die voederleveranciers. En ook de vlees- en visverwerkers, die pakken allemaal het grote geld. En die moeten we eens bij een veter gaan pakken. En niet de boeren. Dus dat wil ik ook nog even gezegd hebben. En dat komt ook een beter dierenwelzijn te goede. Onze fractievoorzitter deed enkele jaren geleden aangifte tegen zware diermishandeling. Ik was erbij en ook mijn vriend uit Limburg, Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Tegen de slachthuizen, dat waren natuurlijk allemaal wantoestanden. Er is best hard opgetreden. Er zijn ook slachthuizen tijdelijk gesloten, maar daarna gaan ze natuurlijk gewoon verder. Want dierenbeulen zijn in de regel recidivisten. Dus gewoon, je kan bijna altijd zeggen dat een dierenbeul een recidivist is. Tenminste, ik heb in mijn meer dan 5 decennia dat ik rondom nooit anders meegemaakt. En dat blijkt ook wel uit de onderzoeken dat dat zo is. En ook vaak de relatie met huiselijk geweld moeten we niet vergeten. Dus als je niet voor de dieren doet, waar wij hier voor staan, doe het dan voor vrouwen en kinderen die ook de dupe daarvoor worden van die idioten allemaal. Dus daar kom ik ook dadelijk nog wel op terug. Maar dat is 3 strikes out. En wij willen dat dat 1 strike out wordt als het gaat om zware mishandeling. En dat is allemaal al vastgelegd wat daaronder verstaan wordt. Daar willen we gewoon 1 strike out. En die toko moet gewoon dicht, einde oefening. Want ze weten gewoon donders goed wat ze wel en niet mogen. Het zijn professionals. En daar hebben ze zich ook zo te houden. Maar dat geldt ook, vind ik, voor particulieren. Ook voor de hondenfokkers, die hondenfokker in Eersel, waar we al jaren mee bezig zijn. Het is toch om te huilen? Die gast had al lang op water en brood ergens in een gevangenis moeten zitten. Het kan niet wat er gebeurt. Ze spelen gewoon met onze voeten. En ik ben dat gewoon zat. En ik hoop dat de minister daar in samenwerking met de minister van Justitie eindelijk actie op kan ondernemen. We willen ook dat er een onafhankelijke data- en DNA-bank komt. Ook voor gezelschapsdieren, gekoppeld aan de registratie. En ik ben daar zelfs bereid om daar een motie voor in te dienen, want dat heeft ook te maken met de foklijn aanpakken, fokkers aanpakken. Alles is herleidbaar. Maar ook bijvoorbeeld bij het incident, hè, heb je er ook wat aan. Want het zijn niet, er worden over het algemeen geen valse dieren geboren. Kijk, als een hond met een hersentumor geboren wordt of iets aangeboren zodat hij pijn heeft, dan kan die grumpy worden, dan kan die geïrriteerd raken en dan kan die ook bijten gewoon voor lichamelijke problemen. Maar meestal worden dieren vals gemaakt. Je kan ieder dier vals maken en je kan ook ieder dier, je kan iedere bijtond of bijtincidentond bij mij neerzetten en dan bijt hij niet. En ik was laatst op werkbezoek afgelopen maandag met mijn team bij de hondencampus, wat eigenlijk het bijtincidentencentrum moet worden, het Nationaal Hondencentrum van Nederland. En daar was Frankie, dat was een herder, en die had 3 mensen al gebeten in een paar weken tijd. En ik was daar en ik ben op de foto gegaan met die hond. Daar volgde ik binnenkort een reportage over. En ik ben gewoon met mijn gezicht zelfs bij hem gegaan. Die hond, dat was een hartstikke goede lobbes. Maar normaal gesproken, een paar jaar geleden had zijn hond een spuitje gekregen. Omdat hij bij een paar idioten of bij een idioot terecht is gekomen. Dat kan natuurlijk niet, jongens. Zo gaan we ook niet met mensen om. En de dieren, of je een evolutieleer of een scheppingsverhaal, dieren waren er eerder dan de mensen. En zo moeten we eens gaan handelen. We moeten ook dieren boven de politiek gaan stellen. Dieren heeft niks met politiek te maken. En dat zijn ook geen zielige dierenverhalen, wat mevrouw van der Plassas tegen mij zei. Het heeft met fatsoen en respect te maken. Het heeft met mijn geloof te maken. Het heeft met mijn maatjes te maken. Want ik ben door heel veel mensen in de steek laten en die hebben me genaaid waar ze konden. Maar ik heb altijd onvoorwaardelijke trouw en loyaliteit bij dieren gevonden. Ze moeten me ook nooit iets aankomen. Het is een ethische kwestie.
zei, wil ik ook, en ook mijn geloof, daar mag ook nog niet mee aankomen. Dus, en dat wil ik toch even duidelijk. En dat heeft niks met zielig zijn te maken. Het heeft met feiten te maken en het heeft met andere zaken, met fatsoen en respect te maken. Dus die onafhankelijke data, want graag een reactie. We kunnen ook daar de dierenpolitie en de LID, de Landelijke Inspecties Dierenbescherming, de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die ook die dierenwelzijnsteams hebben, die kunnen ook op die manier sneller dierenbeulen opsporen. Ook vermiste dieren kunnen sneller, misschien ook beter en sneller herenigd worden met hun baasjes. Ik wil dat er geen exportvergunning wordt afgegeven voor de verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen uit het dolfinarium naar een Chinees pretpark. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is echt onzinnig om dat te doen. Poneen zijn we tegen die ellendige lange transporten. Die dieren die lijden eronder gigantisch. Het zijn hypersensitieve dieren, vooral die dolfijnen. En die worden dan opgesloten, die dieren, die worden gek, echt waar. En dat mag niet gebeuren, dus ik wil nog niet. En bovendien wil ik ook niet dat überhaupt onze dieren daar in China terechtkomen, of ergens in Korea of zo, waar ze het woord dierenwelzijn moeten uitvinden. Het gaat gewoon niet gebeuren. En ik weet zeker dat de Kamer me daar gaat steunen, want ik ga er ook, dat is nou eens een motie voor indienen, hè. Dus, want ze moeten niet van de regen en de druk terechtkomen. Waar blijft de positieflijst amfibieën, vogels, reptielen? Nu de positieflijst voor zoogdieren een feit is. Ik vraag dat al heel lang. Ik heb ook reptieldeskundigen, vogeldeskundigen aangedragen bij het ministerie. Maar die mensen hebben nog steeds niks gehoord. Dus ik snap er niks van. Dan moeten toch ter zake deskundigen bij betrokken worden. Hoe staat het met de nationale opvang van wilde en of verwilderde dieren en de beloofde professionalisering van de dierenambulance? Graag een reactie. Want die dierenambulance, die moet ook een opleiding krijgen, net zoals de humane ambulancechauffeurs, die moeten ook dadelijk met asforingsvoertuigen kunnen rijden. En die moeten ook over de vluchtstuk kunnen rijden met zwaailichten. Want Rijkswaterstaat heeft het zelfs nog gekregen. En dan als het om dieren gaat, zou het niet, dat is onmogelijk. Dus nu Rijkswaterstaat ook toeters en bellen heeft gekregen, krijgen de dierenambulances het ook, is een lange weg voor nodig. Opleiding, er moeten ook para-veterinaren komen die een dier kunnen stabiliseren op de straat, zoals het ook met mensen gebeurt. Snel werkend corticotoe toedienen, zodat ze niet in shock raken en dan pas gaan transporteren. Moet ook met dieren allemaal gebeuren. Dat is me allemaal ook al toegezegd. Dat zal onderzocht worden. Er komt niemand op terug. Dus graag een reactie erop. Update van aanpak van de gemeenten die niet voldoen aan de opvang van hulpbehoevende dieren. En desnoods korten op het gemeentefonds. De VNG, dus de Vereniging Nederlandse Gemeenten, voor de mensen die niet weten, doet helemaal niks. Doet helemaal niks. Ook daar zijn dieren ondergeschoven, kindje. Heeft allemaal weer met fatsoen en respect. Is respectloos. Dus gewoon aanpakken en anders kort op het gemeentefonds. Moet je maar eens kijken hoe vlug ze gaan rennen, allemaal. Hoe staat het met door de PVV gevraagde veldproeven met de mobiele doningsunits? Die hebben wij ooit geïntroduceerd, hè, om daar testen mee te doen. Ze worden nu helaas misbruikt. Maar ook karkasvervoer in de strijd tegen die lange afstandstransporten. Dat is niet meer van deze tijd. Ook niet al die zielige ponies waar ze kroketten en bitterballen van maken die helemaal naar Spanje zitten. Dat is toch belachelijk? Waarom moet dat met levende dieren gebeuren? Als het er gebeurt. Kijk, ik vind gewoon, daar moeten we mee kappen. En daar ook, daar heeft Farmers Defence voor gezegd. Kijk, wij willen daar met onze boeren allemaal wel over meedenken. Dus kijk, die zijn daar veel bereidwilliger in dat soort verhalen. Dus betrek die jongens er dan ook bij als ze dat willen. Dus ook vraag ik dat vanuit mijn woordvoerderschap dierenwelzijn. Niet alleen als landbouwwoordvoerder. Kijk, wij staan niet voor de bio-industrie, maar wel voor de kleine gezins- en familiebedrijven. En wat is de status van de uitvoering van de aangenomen motie Graus ten behoeve van een beter verdeelmodel ten laste van en de inkoopmacht van enkele supermarktketens en andere quote top 500 jongens uit de ketens die het grote geld pakken? Ik heb dat gezegd. De boeren, wij leggen de boeren dierenwelzijnseisen op. Hebben ze allemaal gemoeite mee, maar ze moeten er wel nog een goede boterham door kunnen verdienen. Dus die gasten moeten worden aangepakt. Het zijn allemaal stinkend rijke mensen die slapend rijk worden. En de andere mensen werken zich de tering in, die krijgen niks. Dus daar wil ik ook een reactie op hebben. 99% van de biggestaarten wordt routinematig en onverdoofd geamputeerd. Ondanks het Europees verbod vanaf 1991. Waarom wordt er niets gedaan met de toezegging aan de PVV en ook de BBB, mevrouw van der Plas, voor een pilot met het door varkensboer van Gorp ontwikkelde voer dat staartbijten voorkomt? Heeft mevrouw van der Plas me vorige keer gesteund. Dit is een varkensboer, die heeft iets waardoor dat staartbijten gewoon stopt. Waarom wordt die man zo genegeerd? Waarom? Ik vind ook dat, gezien de groei van de BBB en de PV, vind ik ook dat er ook eens naar ons geluisterd mag worden. Want we vertegenwoordigen ook een hele grote achterban. Hetzelfde geld heeft mevrouw van der Plas me ook in gesteund. Een andere boer, dat is Twan Klaasens. Maar daar loopt wel al van alles. Maar kan de minister ons ervan op de hoogte stellen? Met dat track-and-trace systeem van big tot aan de winkel. Dat heeft ook met recalls te maken, met voedselveiligheid, maar ook met dierenwelzijn. Dus daar had ik ook graag een reactie op. En mevrouw van der Plas, dank voor uw steun daar vorig jaar ook voor.
Status van de aanpak stalbranden. Ik wil ook graag een pilot met die valwanden van dierenarts Bulle-Koster. Dat zijn buitenwanden die naar buiten vallen. Maar ook StableSafe, waarbij binnenwanden dat dieren kunnen vluchten. Want je moet dieren laten vluchten. Want je kan wel sprinklers maken, maar dan stikken ze nog. Je moet ze laten vluchten. En dat kan via het onderdruksysteem van de voer. De verzekeringsmaatschappijen moeten er ook gewoon iets korting op geven en dat soort zaken. Maar hoe staat het ermee? Ik wil er een pilot hebben. En ook de knaagbranden, hè? Want heel veel branden ontstaan door knaagdieren. En ook vaak misschien ook door luchtwassers, wat ik begrepen heb. Daar wil ik ook graag een reactie op. We willen dat de staatsbosbeheer gekort wordt met rijkssubsidies als ze geen einde maken aan de decennia lange ellende en de hongerdood en zelfs vaak als het vriest de dorstnood en de oostvaarderplassen. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Het is op een gegeven moment gedecentraliseerd. Dus dan gaan we het gewoon zo doen. Als wij er niks meer over te zeggen hebben, maar wij gaan wel erover. Of ze er geld, dan moeten ze gewoon gekort worden. Eindoefening. Maar dat is ook zo. Die zijn ook te commercieel aan het worden. Met al die bomen die ze kappen en allemaal verkopen. Dingen allemaal. Maar ze laten de dieren aan de lot over. En het zijn, juridisch gezien, mogen het er wel geen gouden dieren zijn. Maar feitelijk gezien zijn het ze wel. En daar geldt ook zorgplicht voor. Trouwens ook voor gouden en niet gouden dieren geldt zorgplicht voor. Ook voor wilde en verwilderde dieren. We willen de aanpak dierenleed binnen huiselijk geweld. En vaak worden dan vrouwen en kinderen in veiligheid gebracht. Maar dat geldt niet voor aanwezige dieren, nou, dat snap ik niet. Als iemand zijn vrouw en zijn kind mishandeld heeft, moet je ook het dier dan wegpakken. En ook omgekeerd. Als je een verwaarloosde hond op een erf ziet, en dan moet je ook naar binnen treden, vind ik, om te kijken of er geen kinderen aanwezig zijn. Dus daar wil ik ook graag even een toezegging op hebben. Er moet ook iets aan gebeuren, in samenwerking met justitie en veiligheid. We willen het aanpak van dierenleed dat ontstaat door overnames en vercommercialisering van dierenartspraktijken en kartelvorming door machtige private equity, waardoor behandelingen onbetaalbaar worden voor minima en zelfs de middenklasse. Er zijn twee grote partijen die zijn massaal zijn die praktijken op het kopen. En eerst betaalden mensen voor een gebitsbehandeling, een gebitsreining, €200. En opeens moeten ze 450 of €550 betalen. Dat is het niet normaal. Het zijn gewoon een paar rijke stinkers die gewoon zitten te investeren. Die zitten alles op te kopen. Dus ook daar actie. We willen dat de ACM zich ermee gaat bemoeien. We willen dat er maximum tarieven komen. Een prijsplafond komen. Mevrouw Beckerman heeft er ook over gepleit. En de Partij voor Dieren, wij ook. We hebben zelfs nog proberen een stichting op te zetten hiervoor. Maar dat is te gek voor woorden. Daar moet iets gebeuren. Want dierennoodhulp moet betaalbaar blijven. En ook voor oude mensjes die een katje of een hondje hebben. Wat nog een laatste redmiddel is om te overleven. En de laatste liefde. En die mensen moeten ook kunnen betalen. Dus daar wil ik ook actie op graag. Ik zie de minister steeds ongelukkiger kijken, maar ik moet het toch zeggen. Ik ben slechts een boodschapper namens velen. Onze alarmlijn 144 aan het dier die moet van meldpunt naar meldkamer. Dat moet, en nogmaals, onderzocht worden, maar dat moet echt iets gebeuren. Want ze kunnen daar het werk niet aan. En dan moet ook een 24/7, dat is ook afgesproken hè, met ons. Hè. 24/7 moet een meldkamer worden met verplichte opvolging van dierenambulance, dierenpolitie, LID, Landelijke Inspecties Dierenbescherming en de NVWA Dierenwelzijnsteams. We willen dat de opslagtijd verkort wordt voor honden die in beslag worden genomen na beide incidenten. Ik wil het ook hebben over dit noodzaak van het Landelijke Expertisecentrum Complexe Honden. Nou, ik wil zeggen Landelijke Expertisecentrum Complexe Baasjes, hè, zou je eigenlijk moeten zeggen. De hondencampus in Tilburg heeft daar een pilot gekregen. Hoe staat het ermee? Moet zeker voorgezet worden. Ik ben er afgelopen maandag wel geweest. Ik ben er al een paar keer geweest. Ik zie daar honden die bij beide incidenten betrokken zijn. Wat gewoon hartstikke lieve lobbers zijn. Dus graag een reactie op en ook voortzetten. Maar als een hond niet meer te redden valt, stelt dat hij inderdaad hersenspinsels heeft, dat hij doordraait en dat hij gewoon niet meer te resocialiseren is. Nou, verlos hem dan zo snel mogelijk lijden. Maar laat niet die dieren nog een jaar of anderhalf jaar in de opslag, waar opslaghouders alleen maar geld mee verdienen, moeten we niet doen. Dus dat willen we doen. Het zeehondenbesluit. Er is nu een quotum. De te redden diertjes mag nog maar 5% zijn van die huilbabies, van die schattige diertjes allemaal. Mag nog maar 5% van gered worden. Ja, wie heeft dat ooit bedacht, zeg? Dus er liggen nu dieren, ik heb er foto's en filmpjes van gezien, die liggen gewoon weg te teren ergens. En ook laatst met die storm, ik vind dat gewoon not done. We hebben zoveel crashes en zo'n dieren moeten gewoon opgevangen worden als het noodzakelijk is. Zodra er noodhulp nodig is, moet die noodhulp er zijn. Graag daar een reactie op. Ik heb, even kijken, ik ga er even vlug erin, want de tijd vliegt voort, zie ik. Hora Ruit heet dat. Dus het Nationaal Expertise, daar wil ik een toezegging op hebben. Anders kan ik er ook natuurlijk nog een motie voor indienen, als het moet.
Ik had ook graag een reactie gehad op het rapport van de HAS wat er ligt. En ook dat er ook gebrek aan expertise is. En ik wil certificering van hondenscholen en gedragsdeskundigen. Want iedereen die kan zich hondengedragsdeskundige noemen. Ja, en daar zijn de dieren en de mensen natuurlijk niet mee geholpen. En er zit ook heel veel, sorry dat ik het zeg hoor, maar met alle respect voor die mensen, er zitten echt heel veel kantoorkneuzen tussen die theoretische examens hebben gedaan, maar die in de praktijk er niks van terecht brengen. Dan wil ik het hebben over de Damhert en de Hoekse Waard. De provincie wil die stand naar nul brengen. En dan is de bevolking, een merendeel van de Nederlandse bevolking, maar ook daar de plaatselijke bevolking, is het er niet mee eens. Dus dat moet gewoon eindoefening. Daar wil ik gewoon dat de minister zich ook mee bemoeit. Want hij kan dat allemaal stopzetten. Dat wil ik niet. We willen geen nieuwe rat. Dat was een van mijn eerste successen. De regeling agressieve dieren. En die mag, dat mag geen nieuwe rat. We gaan niet dieren beoordelen op uiterlijk of afkomst. En we moeten de fokkers gaan aanpakken. Dat had ik ook graag. En nog wat die damherten betreft. We kunnen ook nog gaan hormoondachten, hè. Dus ik ga mogelijk iets over de tijd. Dat gaat ten koste van mijn tijd in de moties, tweede termijn. Ik wil het nog even hebben over dat er een dierenautoriteit moet komen. Die waaronder het LID valt, de NVWA, de Dierenpolitie, het Openbaar Ministerie. En ook de RVO, noem maar allemaal op. Daar had ik ook graag een reactie op gehad. En dan wil ik het nog even over de bomenkap hebben. Daar zal mijn collega van Forum zal er ook al over beginnen. Want die heeft last van het IDFX. Syndroom. Dus die kan er ook niet tegen als er bomen worden omver worden gehaald. En dat gebeurt massaal. Daar ook zijn dieren ook de dupe van. Uit dat oogpunt zeg ik het even. Los van dat het nodig is allemaal alle gezonde zaken die aan bomen kleven. Maar ik wil het even hebben puur voor dierenwelzijn. Daar wil ik actie op ondernomen hebben. En dan tot slot. Ik wil niet dat de politiek bedreven wordt over de rug van dieren. Ik heb het al gezegd, het gaat om respect en fatsoen onze eerste aanbewoners. En ik wil ook dat de leden mij zo zien als ik het erover heb. En ik zal ook altijd, als het hier om gaat, omdat het ook om een ethische kwestie gaat, wat er ook allemaal gebeurt, ik zal altijd, als het om een ethische kwestie gaat, persoonlijk daar mijn verantwoordelijkheid voor blijven nemen. Dank u wel, meneer. Dank voor uw inbreng, de heer Van Kampen. Voorzitter, ik zou de heer Gauws in ieder geval willen waarderen voor de warme woorden die hij spreekt voor dierenwelzijn. Dat kennen we van hem en dat is een lijn die hij al jaren hier in de Kamer uitspreekt. Maar ik zou hem ook willen vragen naar de plek waar dat soms kan schuren met de wijze waarop boeren hun dieren houden. En daarbij doel ik specifiek op het aangenomen amendement vestering. En dat is een amendement wat zeer sympathiek klinkt. Hè? Dat is een wijziging van de wet dieren die eigenlijk zegt... systemen waarin stalsystemen waarin dieren worden gehouden moeten uitgangspunt zijn, moeten aangepast worden aan de natuurlijke eigenschappen van een dier. Daar zijn we op zich met z'n allen niet op tegen. Alleen dat amendement, dat schrijft niet hoe dat moet. En ik zou de heer Gauws willen vragen hoe hij naar dat amendement kijkt en of hij de signalen herkent dat boeren zich heel veel zorgen maken over wat dat betekent voor hun individuele bedrijf. Heer Gauws. Ja. Dank u wel voor de vraag. Kijk, we hebben dat amendement gesteund en daar is natuurlijk goed over nagedacht, want de PVV gaat nooit over één nacht ijs. Maar alleen, wat mij opvalt is dat de boeren die ik spreek, die zeggen van ja, het is allemaal goed wat jullie willen en die willen er ook best in meegaan. Die willen ook gewoon, er is geen enkele boer die ik ken die tegen beter dierenwelzijn, er is geen enkele. Maar ze zeggen wel, het moet wel betaald worden. En vandaar, meneer Van Kampen, dat ik via de voorzitter, dat ik wil... Dat geld is er. Er worden honderden miljoenen verdiend door voedingleveranciers, door slachthuizen, vlees- en visverwerkers. Het grote geld zit niet bij de boeren, het zit bij die jongens. En die, en ook de supermarkten. Kijk maar wat ze sponsoren Formule 1-teams, wielerploegen, schaatsen. Ze weten voor gekkigheid niet wat ze allemaal met het geld moeten doen. En dat is eigenlijk geld wat de boeren, want die zorgen voor een beter dierenwelzijn. En die krijgen er nu opgelegd, daar zijn we eens. Maar ik heb nog nooit, en dat zei Geert Wilders ook pas een keer, ik geloof dat het vorig jaar of twee jaar geleden was. Hij zegt, ik ben nooit aangesproken door boeren. Die zeggen van, ja, jullie vragen te veel. Nee, zolang ze er maar voor betaald krijgen, interesseert die boer, zal die boer dat worst wezen. Hetzelfde met de karkasvervoer. Tegen die diertransport zeggen, het zal onze worst wezen. Maar het moet wel allemaal betaalbaar worden gemaakt. Daar ligt het probleem, meneer Van Kampen. En er zullen best boeren zijn die me wel voordelen. Die hebben zich nooit bij mij gemeld. Ja. En misschien hebben ze de moeder al opgegeven. Maar alleen het merendeel herken ik niet zo dat ze daar een probleem mee hebben. Heer Van Kampen. Ja. Voorzitter, helemaal eens. Ik herken ook die bijdrage die boeren daaraan willen leveren. Alleen... De kille werkelijkheid is dat het amendement eigenlijk helemaal niet aangeeft waar boeren aan toe moeten zijn. Sterker nog, de indiener van het amendement wil liever dat het vandaag dan morgen wordt ingevoerd. En dan probeer ik mij, voorzitter, te verplaatsen in een melkveehouder.
met een klassieke melkput, die misschien echt wel toe wil naar andere houderijsysteem, waarbij je die koeien niet meer hoeft te onthoornen. Maar je zit wel met die stal en je hebt die investering gedaan en morgen staat er niet een nieuwe. En je zit met die klassieke melkput waarvan je weet als boer dat als ik die hoorns laat staan, ja, dat koeien elkaar gaan verwonden. En dan zegt die melkveehouder, ik wil best in de komende jaren nadenken over een houderijsysteem wat dierwaardig is, waarmee ik misschien niet meer hoef te onthoornen wat het amendement vraagt. Maar dan zegt de Partij voor de Dieren, nee, niet morgen, het moet vandaag en het moet gisteren. En dat is de zorg die melkveehouders hebben als ik dat hoor. De bereidheid is er echt wel, maar ze zeggen, geef mij tijd en geef mij middelen. Herkent de heer Gauws dat, die nuance dan? En is hij bereid om met mij mee te denken over een invulling van dat amendement die ook past bij de manier waarop boeren zelf kunnen investeren in hun bedrijf? Ja, maar dan wil ik wel natuurlijk precies weten wat die insteek gaat zijn. Dat kunnen we niet hier even vlug afkaarten natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ik herken de Partij voor de Dieren. Ik werk al 17 jaar met ze samen. Maar ik heb vaker meegemaakt dat ze zeiden, kijk, ze willen logisch druk blijven zetten. Als je hier geen druk zet, krijg je niks gedaan. Maar het is wel zo dat ik ze herken aan andere dossiers. En ook de SP en ook de Partij van de Arbeiders. Het ging bijvoorbeeld om de nertsouders. Als er wat langere tijd nodig was voor die afbouw en ook dat verbod. Hè, daar hebben we ons ook allemaal samen gepakt en hebben het goed gevonden. Dus er moet wel iets gaan gebeuren. Maar nogmaals, ik kan niet voor de Partij van de Dieren spreken. Moet u dadelijk maar aan hen vragen. Ik ben een woordvoerder dierenwelzijn van de Partij voor de Vrijheid. Maar ik denk dat het zo niet zo zwart-wit ligt. En logisch, ik vind het goed dat ze die druk blijven zetten. Dat doe ik zelf ook, hè. Want anders bereik je hier niks, hè. Je moet altijd moet je blijven pushen. En druk blijven zetten. En als je, hoe zuurder de minister te kijken, dan weet ik ook dat ik goed bezig ben. Dus dat, ik kijk altijd naar zijn non-verbale communicatie en denk, yes, ik ben wel goed bezig. De dag is nog lang, voorzitter. Precies, dus de minister kan zijn borst nat maken. Ja. Maar heel concreet, in de vraag in de richting van de heer Gauws. Natuurlijk spreekt hij niet voor de Partij voor de Dieren. Hij deelt de opvatting dan van de VVD, als ik hem goed begrijp, dat we toe moeten naar die dierwaardige veehouderij. Dat we daar naartoe moeten dat boeren ook hun stalsystemen kunnen aanpassen aan de eigenschappen van het natuurlijke eigenschappen van het dier. Maar dat daar wel een passende tijdshorizon bij hoort. En dat boeren ook moeten weten op welke termijn ze moeten investeren. Deelt de PVV dat? Want dan kunnen we daar samen in optrekken. Zeker. Maar daar is ook, daar wil ik ook met mijn collega, die nu ook woordvoerder van de boeren is, daar wil ik ook even rustig, en ook met u of wat, maar ook zeker met de indieners. Want we hebben dat wel gesteund toen. Kijk, we gaan niet, als wij wat doen, staan we er ook achter. En dan blijft het zo. Mannen, woorden. Dus maar alleen, logisch, als er oplossingen voor ben ik altijd toebereid. Altijd. Dat heb ik ook zelfs toen met de nertsouders gedaan. Ik heb toen gevraagd, moeten ze niet gecompenseerd worden? Of een langere afvaltermijn, noem maar op. Dat ben ik ook toen. Ik laat altijd een beetje de kerk in het midden. Dus, meneer Van Kampen, vierde voorzitter. Ik geef de heer Vlag het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb met veel interesse geluisterd naar de passie waarmee de heer Gauws spreekt over dierenwelzijn. Ik had ook de indruk dat zijn spreektijd eigenlijk te kort was. En dat hij nog iets had willen zeggen over de talloze, weerloze schapen die de afgelopen tijd zijn doodgebeten door wolven. En ik denk dat hij nog had willen zeggen dat het tijd wordt dat we dat gaan aanpakken. Dat we die probleemwolven ook gaan beheren. Dat we daar tot afschot over gaan. En dat we dat ook samen moeten gaan doen met Duitsland. Zodat we over een groter gebied kunnen kijken wat de populatie is. Klopt mijn inschatting daarvan? De heer Gauws. Er lijden heel veel mensen aan het roodkapjesyndroom. En dat komt als kind ook. Er wordt roodkapje voorgelezen. De grote boze wolf. Een heel akelig wezentje was dat. En die grootmoeder op, dat weet ik wel. Maar logisch zijn er ook wolven die soms problemen veroorzaken. Het zijn roofdieren, het zijn predatoren. Maar ik zeg u dat doordat eeuwenlang de vos is bejaagd. Dat ga ik u niet zeggen. Daar heb ik ook zelf ook onderzoek naar gedaan. Daarom zitten we nu met heel veel overlast, bijvoorbeeld ook in bepaalde gebieden van ganzen. Want eerst hebben ze massaal de vos, hebben ze zitten afschieten. En nu gaan ze zeggen, ja, maar nu zijn er de ganzen, dan moeten we daar. Zo overal waar de mensen ingrijpen, het zijn communicerende vaten. Je gaat dat allemaal afschieten, dan gaat dat weer. Ik wilde de wolf juist als predator inzetten tegen overlast. Ik heb zelfs gevraagd, we moeten van die grote roofvogels overal gaan loslaten hier. Dus dat is ook veel natuurlijker. Maar er zijn miljoenen mensen die eten schapen, miljoenen. En als een wolf een keer een schaap pakt, wat ook nog vergoed wordt, want die boeren worden gecompenseerd, en dan is opeens, mag dat niet. Ze waren dat erin, waarom mag een wolf geen schaap eten? Mogen mensen dat alleen maar?
En ik vind ook dat er zijn werende maatregelen. Hè? Er is onderzoek gedaan dat boeren kunnen zich weren. Geschepende kuddes hebben geen last van aanvallen van... U weet wat geschepende kuddes zijn, schaapskuddes. Hebben geen last van de wolf. Ze zijn gewoon vaak een paar border collies erbij lopen. En de wolf er weg. Als je tegen de wolf zo doet, is die weg. Een wolf, en logisch zijn het de mensen weer die dieren gaan domesticeren en voeren. Maar als er wolven zijn, zoals laatst is er iemand aangevallen, wil ik toch zeggen, meneer de voorzitter. Ja. Er is één iemand aangevallen, maar ik ben het onderzoek over gedaan. Ik heb nu ook contact met de burgemeester uit het gebied, maar ik heb ook mensen die erbij betrokken zijn en die wolven ook onderzocht. Maar als ik een wolf ga insluiten binnen de omheining, een wild dier, en ik ga prikken naar hem, wat dan ook, of dat nou met een riek is, of ik ga hem slaan met een stok, valt hij mij ook aan. Dat had mijn konijn ook gedaan. En mijn hond had dat ook gedaan. Dus dat doe je gewoon niet. Dat doe je gewoon niet. Dus die man, met alle respect, is het zelf schuld geweest. Je gaat niet een wolf zitten sarren en tachten. Laat hem gewoon gaan. Okay. En als er iets is, en dat moet hij me wel laten weten, heb ik ook aan de boeren gevraagd. Als boeren niet goed gecompenseerd worden, dan wil ik dat inderdaad... Ga ik de minister daarop aanspreken. Maar waarom mag een wolf geen schaap eten? Ja, en wij allemaal wel. De heer Vlaag? Ja, ik eet ze niet, maar ja, ik vind dat gewoon ja, onbegrijpelijk. Nu even aan de heer Vlaag. Ja. Ja. Ja, voorzitter, ik heb nadrukkelijk niet gezegd dat er ongebreideld moet worden geschoten op wolven. Ik heb het over een verstandig beheer. En ik zie dat boeren ontzettend veel doen om hun schapen te beschermen. Wolfwerende rasters. Maar u kent ook de beelden, of meneer Graus kent ook de beelden, waarbij de wolf daar onderdoor graaft en waarbij de dieren weerloos zijn. En dus zullen we moeten kiezen, ik vind de wolf ook een prachtig dier en ik was ook enthousiast toen hij terug was in Nederland. Maar we moeten kiezen tussen het ongebreideld door laten groeien van de populatie en het beschermen van weerloze schapen. En ik constateer dat de heer Graus dus kiest voor de wolf en daarmee de schaap in de kou laat staan. Nee, maar, heer Graus. Meneer de voorzitter, dat is natuurlijk niet zo. Maar in sommige landen is de wolf nooit weg geweest. Hè? En ik heb daar met wolvendeskundigen gesproken. Ik heb ook hier een heel bekend en vooraanstaand onderzoeker op die wolven gezet. Hè? Gewoon zelf, hè? Bilateraal. Hè? Maar nooit zijn er bijt incidenten geweest tussen wolven en mensen. En ook allemaal die kinderen, dat zijn allemaal lulverhalen. Dat klopt helemaal niet. Een wolf gaat helemaal geen kind pakken. Maar alleen, er is dus geen bijtincident bekend buiten die oen die wolf is gaan insluiten en aanvallen. Ja, met alle respect jongens. Maar waarbij ik zou dat dan niet met een rat durven. Maar dan kan een rat, kan je ook aanvliegen. Als ik een rat in het nou en ik aan hem prikken of wat ik wat allemaal doen. Dus, en ik vind wel, als er problemen zijn, en dat hebben we ook gezegd, daarom heeft de PVV ook gezegd, eerst heilig status van de wolf. Toen hebben we gezegd, van als het nodig is, maar dat geldt ook voor honden. Als een hond aan een politieman arm hangt en de arm van de politieman. En die zijn ook vaak afgeschoten in één keer. Dus soms moet je wel eens een noodafschot doen. Maar dat is incidenteel. Maar je kan er niet zomaar zeggen, we gaan de wolven beheren. Waarom? Mevrouw van der Plas heeft gisteren een voorstel gedaan. Van wegjagen en ook inderdaad, ja, dat bejagen ben ik dan nog geen voorstander van. Want zover, we hebben die dieren hartstikke hard nodig voor de natuurbeheer. Okay. We hebben al te weinig vossen, we hebben al te weinig predatoren en roofvogels. Die allemaal om zee worden geholpen door al die rotzooi en die pesticiden en al die rommel. Die zijn ook allemaal massaal uit en sterven. Goed, de heer Vlaag. We hebben predatoren nodig, hoor. De heer Vlaag. De basculen moeten een evenwicht blijven, meneer de voorzitter. Ja, nu even aan de heer Vlaag. Ik constateer inderdaad dat het klopt wat ik gezegd heb. De heer Graus kiest dus voor de wolf en laat daarmee de schaap over aan zijn lot. En daarin verschillen we nadrukkelijk van mening. De SGP zal ervoor blijven pleiten dat er verantwoord beheer plaatsvindt op de wolvenstand in Nederland. Ja, meneer de voorzitter. Maar nog, noem nou de incidenten op, jongens. Met alle respect, ik heb ze allemaal. Er wordt paniekvoetbal gepleegd. En altijd wordt er een dier, dat is de vos eeuwenlang geweest. Altijd wordt er een dier eruit gepakt en dat is de kop van Jut. De mens doodt miljoenen dieren. Daar hoor ik nooit iemand over, nooit. En nu pakt de wolf een paar schapen waar de boeren ook nog voor betaald krijgen. En dan wordt het problemen. En ik kom ook voor die schapen op. Ik kom ook voor schapen op, echt waar, 100%. Maar dat wil niet zeggen dat ik moet kunnen kiezen als de wolf wordt ook, die wordt bij onze natuur. En die was hier vroeger. En de wolf heeft ooit eerder geleefd dan dat wij hier allemaal waren. En ik vind gewoon dat wij daar niet goed mee omgaan. Maar nogmaals, het spelen voor God, hè, ik vind dat echt een heel groot probleem. Het tast namelijk de ethiek en mijn geloof aan. En ik vind niet dat wij voor God, wij hebben het recht niet om dieren, of moet om medische gronden zijn, ten een dierenarts op zes. Wij hebben het recht niet om zomaar dieren te gaan afzien. Helder. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel. Nou, met die laatste woorden begrijp ik dan van de heer Graus dat hij gewoon af wil van de hele veehouderij in Nederland. Want wij hebben het recht niet om dieren te slachten. Dus waarvan akte. Maar over de wolf, het gaat er natuurlijk helemaal niet om
Of een wolf geen schapen mag eten. Liever niet in de weilanden van de boer. Het gaat erom dat die wolven die schapen niet opeten. Het gaat erom dat die wolven die schapen verscheuren. En in een enorm groot lijden achterlaten in de wei. Het gaat er niet om dat een wolf een schaap pakt en lekker met zijn familie gaat lopen smikkelen. Het gaat erom dat hij gewoon een grote slagpartij aanricht. Waardoor de schapen soms urenlang lijden in de wei. Half aangevreten, de darmen eruit. Verschrikkelijke beelden. Ik heb hier nu nog zelfs een foto. En die wil ik graag aan de heer Gauss laten zien. Ik weet niet of dat mag. Van vanochtend in Friesland. En dan wil ik graag aan de heer Gauss vragen of dit opgegeten schapen zijn. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar vaak mogen we wel wat delen met elkaar. Ja, u hebt mijn WhatsApp-nummer, u kunt het gewoon sturen. Ja, nou, ik wil het hier graag laten zien, omdat de heer Gauss... Dat is niet wat hoe we het doen. U kunt de foto appen, maar we gaan niet... Ik zal hem delen, inderdaad. Ja. Volgens mij gaat hier wel vaker dingen rond. Maar ik zal hem inderdaad delen. En dan hoor ik in de tweede termijn graag een reflectie van de heer Gauss. Of dit opgegeten schapen zijn. Of gruwelijk verminkte schapen zijn. Dat zou ik al willen horen. Ja. En dat is waar wij voor opkomen. Ook voor die boeren die keer op keer al die schapen in hun weiland vinden. Die niet genoeg compensatie krijgen. Maar die gewoon traumatische ervaringen daaraan overhouden. Ja. Ja. En mijn vraag aan de heer Gauss is, vindt de heer Gauss het in ieder geval acceptabel, of als er sprake is van probleemwolven, dat die in ieder geval afgeschoten kunnen worden? Ja, de heer Gauss. En dat wij gewoon naar een beleid toe gaan. Dat wij wolven gaan verplaatsen. En dat de wolf gewoon helemaal niet mevrouw in Nederland thuis wordt. U heeft uw vraag gesteld. Dank u wel. Ik wil allereerst beginnen met de veehouderijen. Dat is niet waar, want wij hebben de PVV heeft ook dat stampen losgelaten om hem heilig te verklaren. Omdat wij zijn ook door een veehouder benaderd. Die is ook bij Geert aan mij geweest. Hè? Die man, die veehouder is bij mij geweest. Die heeft nog geen last van aanvallen gehad. Maar zei, als het gebeurt, maar dat kan al. De politie mag al, en dat kan ook een burgemeester, dat is ook nu gebeurd. Je kan al in bepaalde gevallen, als er gevaar is voor mensen en andere dieren en het loopt uit de hand, mag al ingegrepen worden, dus het kan al. Maar ik wil wel zeggen, want dat vond ik niet leuk net, dat is een soort framing. Ik heb niet gezegd dat ik de veehouderij om zeep wil helpen, maar ik zeg alleen, de veehouderij zorgt voor de slacht van miljoenen dieren. Nou, ik weet niet of u wel eens in een slachthuis bent geweest, of die transporten. Nou, dat is ook allemaal niet heel erg leuk om te zien. Dus, en dan zeg ik alleen, over het algemeen, dode wolven. En ze doen het eigenlijk uit honger. En er zullen ook wolven zijn die op een gegeven moment gaan spelen met die. Er zijn altijd ook, overal heb je een beetje ook gestoorde tussen zitten. Maar alleen, dat kan dan, moet per geval bekeken worden. Maar laten we nou wel wezen, ik volg die wolvenaanvallen allemaal. En ik heb bijvoorbeeld ook het veterinair forensisch team. Daar kan ik gewoon over beschikken. Dus die zijn erachter gekomen dat heel veel van die beide incidenten, dat waren helemaal geen wolven. Dat waren helemaal geen wolven. Dat zijn gewoon huis, tuin en keukenhonden. Want dat gebeurt ook hoor. Dat hele roedels en dier verscheuren en zo. Ik weet in het mijnweggebied waar ik gewoond heb. Gebeurde het toen ook al. Dat mensen honden, roedels met honden loslieten. En dat die kleine reekalven pakten en alles. Ja. En als toen de wolf er was geweest, had de wolf er de schuld van gehad. Oké, mevrouw Van der Plas. Dat zijn idioten die dieren loslaten. Meneer Gauss, zo gaat het heel lang duren. En de argumenten zijn al goed verwoord. Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, dat hondenargument, dat hoor ik wel vaker. Maar als honden dat doen, wat verschrikkelijk is. En die honden die worden gelokaliseerd. Hè, we weten welke honden dat zijn. Dan worden die honden gewoon geëuthaniseerd. Dan worden ze afgemaakt, vaak. Dat is heel simpel. Die honden die worden gewoon afgemaakt. Daar zijn maatregelen voor. En dat is precies wat wij vragen bij die probleemwolven. Ja. Dat is precies wat wij vragen bij die probleemwolven. Want wat vindt de heer Gauss dan als inderdaad een hond een aantal schapen verminkt en verwond en dood, dat zo'n hond wordt afgemaakt? Want dat is dan toch hetzelfde principe als dat je dat met een wolf zou doen. Een hond heeft ook, die is gedomesticeerd, die hebben we gewoon in huis gehouden. Maar het instinct van een hond is misschien ook, is ook een roofdier. Waardoor dat gebeurt. En door een baasje die niet goed op de hond let natuurlijk. Laat het er ook eerlijk over zijn. Ja. Nu een reactie. Dat is toch hetzelfde? Ja. Meneer de voorzitter, allereerst, als een hond een dier doorbij, wordt die niet geëuthaniseerd hoor.
En ook niet als een hond een mens aanvalt, wordt die niet geëuthaniseerd hoor. Die komen terecht in Tilburg bij Maartje Hovers. Ik ben daar met Stichting Dierenlot geweest. Dat was dus Frankie, een herder. Die had 3 mensen gebeten, onder een medewerker ook daar. En Frankie is binnen een maand... Is er dan, ik ben zo met mijn hoofd bij hem durven gaan. Omdat ik vertrouwen heb in die mensen ook. Maar dat is gewoon een hartstikke goede lobbers geworden. Is bij 3 bijtincidenten, want ik weet ik misschien zelf maar 3 minimaal betrokken is. Die hond die komt dadelijk gewoon bij een gezin terecht. En die gaat dat gezin ook nog beschermen. Dus het is niet waar. Maar alleen, er zijn wel gevallen, wat ik net zei. Ik weet, in mei in Limburg is een keer een politieman ook aangevallen. En die hebben ze ter plekke daar dood. Want anders was die politieman die was mogelijk aan doodbloed of flik was gebeurd. Dus logisch, daar kan al worden ingrepen. Maar wat mevrouw van der Plas wil en ook de mannenbroeders van de staatkundig gereformeerde partij. Die zeggen gewoon, er is een wolf die heeft schapen doodgebeten. Dus we gaan alle wolven. Ja, maar zo werkt het niet. Dus je kan niet als een labrador retriever een reekalf heeft doodgebeten. Je kunt niet zeggen, nu gaan we alle labradors gaan we bejagen. Dat kan niet. Ja. En als je dan zegt, nee, dat mag niet, dan zeggen ze, ja, nee, maar je komt dus niet op voor die reekalfjes. Je komt alleen op voor de labrador. Hey, jongens, waar zijn we nu mee bezig? Zeg. Kom op, man. Mevrouw van der Plas. Ja. Ja, ik weet niet of het een punt voor orde of een persoonlijk feit is. Ja. Maar dat is gewoon totale onzin. Want wij zeggen niet, als een wolf een schaap heeft gebeten, dat alle wolven dood moeten. Nee. Hebben wij nog nooit gezegd. Nee, nog nooit. Maar dat begreep ik wel van de SGP. Daarom noemde ik de mannenbroeders. Maar laat ik dit tegen mevrouw van der Plas zeggen. Mevrouw van der Plas, u weet dat ik een reëel en weldenkend mens ben. En u weet ook mijn contacten met boeren. Maar er zijn ook inderdaad boeren die zeggen, dat moet wel als het uit de hand gaat lopen. Dat hebben de boeren tegen ons gezegd. Dan moet er desnoods ingegrepen kunnen worden. En dat deel ik ook met mevrouw van der Plas. Maar daarom hebben we ook toen die motie van u gesteund. Dus ik begrijp ook niet die vragen nu. Want die hebben we gesteund met de hele fractie. Vlak voor de verkiezingen was dat. Dus en de noodafschot kan al. En er zijn zelfs inderdaad gezelschapsdieren of ook wilde dieren. Er was een stier laatst helemaal doorgedraaid en op een snelweg. Als je dan moet wachten op een verdovingsgeweer en dan rijden zich een paar mensen te pletteren. Ja, soms moet je wel eens inderdaad een nare beslissing nemen. Mevrouw Verder. Dus, maar wat ik het belangrijkste vind, meneer de voorzitter. Je moet dieren ook zorgen dat die beschermd zijn. Ook het s'nachts. Ik zou geen pony of geen schaap meer in de wei laten met die idioten wat allemaal rondlopen. Mevrouw Verder heeft nu het woord. Ja. Dank voorzitter. Ik, als buurvrouw van de gemeente Westerveld vind ik het heel erg leuk dat we het nu over wolven hebben. En ik zie ook brede belangstelling bij mijn collega's. Ik zou het ook heel leuk vinden trouwens om Frankie een keer te ontmoeten, maar dat terzijde. Dat ga ik voor u regelen. De heer Graus die zei net iets wat ik wel interessant vond. Van, waarom zou een wolf geen schaap mogen eten? En mogen alleen mensen dat dan doen? En dat vind ik eigenlijk best een goed punt. Maar nou is het zo dat we in feite impliciet wel een wet hebben waarin we hebben opgeschreven dat die wolf geen schapen mag eten. Namelijk de wet dieren, want daar staat in dat iemand die een dieren houdt verplicht is die dieren te beschermen tegen predatoren. En in die gemeente Westerveld, waar ik dus vlak naast woon, daar zitten veel schapenhouders, dat weet de heer Graus ongetwijfeld, die met heel veel wolvenaanvallen te maken hebben gehad. Daar ook heel erg veel moeite voor doen om het te voorkomen. Maar wel alsnog nu worden aangeklaagd vanwege wat er in onze wet dieren staat opgeschreven. Dus hoe kijkt de heer Graus daar dan naar? Hoe rijmen we dat met elkaar? De heer Graus. Ja, maar sommige dingen vallen niet te rijmen, hè? Ik erger me daar zelf ook vaak door aan. En dat de wetgeving helemaal niet aansluit op de praktijk. Maar ik wil graag, als dat mag met u, wil ik graag in gesprek komen met die mensen die u daar kent. En dat lijkt me veel beter. En misschien wil mevrouw Nijef ook nog wel meegaan. En dan kunnen we ook samen kijken wat oplossen. Het is wel lastig om dat hier even te doen. Maar het is wat u zegt, hè. Dat heb ik echt expliciet genoemd. Dat als een wolf, we hebben de wolf toegelaten. Met z'n allen, een meerderheid, ook van de Kamer. Maar als een wolf een schaap aanvalt, dan kan die boer daar een vergoeding voor krijgen. Maar anders gaan ze een paar weken later toch eens nog naar de shawarma tent. Dus wat is nu... Ik begrijp niet, wat ik niet kan begrijpen is, dat een mens mag wel, op een gegeven moment mag hij wel een paar weken later gedood worden. Dan heeft hij ook nog een ellendig transport, want die transporten zijn verschrikkelijk van dieren. Daarom willen wij karkas vervoeren. Dat laden, lossen is allemaal verschrikkelijk. En vooral een vaak verzengend dit. Even bij het onderwerp blijven. Dat mag wel. En daar vind ik wel. Waarom, zeg ik dan. Als dan een wolf een schaap pakken en jullie krijgen dat vergoed. Dat wil ik ook verstaan. Zeg ik tegen mevrouw Verder, via de voorzitter. Maar dus dat moet goed geregeld zijn. Daar steun ik je ook in. En ook mevrouw van der Plas en iedereen. Maar een paar weken later gaat het diertje toch, wordt hij toch gedood en geslacht. En ik begrijp niet, zolang die regelingen er zijn, waar maakt iedereen zich opeens druk over? Het punt heeft u gemaakt. Mevrouw Verder.
Nou, met het eerste deel van het antwoord was ik blij, voorzitter. En de tweede, daar zat een vraag in die ik graag samen zou pakken op met mijn vervolgvraag. Want wat is nou het probleem? Het probleem is dat er is bijvoorbeeld in Westerveld een schapenhouder, Boer Worst, heet hij toevallig. Die ontzettend zich heeft ingespannen voor het vinden van een manier om schapen veilig te houden tegen rondzwervende wolven. Die heeft zelfs knetterhard gewerkt samen met de provincie in allerlei pilots. Heeft zijn collega's uitgedaagd van doe alsjeblieft mee. Wij zoeken nog deelnemers aan dit project. Is daar jaren mee bezig. Bloed, zweet en tranen. Uren aan arbeid. Investeringen erin. En die heeft gisteren op Facebook aangekondigd. Of eergisteren was het misschien. Ik hou het niet meer vol. Ik heb te veel aanvallen op mijn dieren. Ik slaap niet meer. En uw vraag? Ik heb besloten ze op te gaan hokken en met dit mooie vak te gaan stoppen. Dat is het probleem, de heer Graus. En dat komt deels omdat deze specifieke meneer... dat is nou juist degene die is aangeklaagd. Ik weet even niet meer, denk door Animal Rights. Wilt u de vraag stellen, alstublieft? Want het duurt veel te lang op deze manier. Vindt de heer Graus het terecht dat zo iemand die zich zo inspant... voor de rechter wordt gesleept omdat het hem niet lukt om de wolf te beheren? Ja, maar ik ben sowieso niet een voorstander van alles via de rechtspraak doen. Ik wil altijd proberen bilateraal eruit te komen. Maar heb ik ook vaak met de regeringen, met ministers en staatssecretaris gedaan. En ook met Kamerleden. Dus dat deel ik allemaal niet. Daarom zeg ik ook, daar hebben zich bij ons boeren gemeld. Die zeggen, meneer Graus, die zijn ook niet per definitie tegen de terugkeer. Ook die boer die bij ons geweest, die veehouder, die het vee los heeft lopen. Die is niet per definitie tegen de wolf. Maar hij zegt, er moet wel ingegrepen komen. Daar wij zeggen, oké, daar kun je ons ook in vinden. En ik denk ook, als een wolf totaal doordraat, een hele kudde uitmoorden zonder dat hij dat doet om te eten en dat soort dingen, man. Er zal er ook ingegrepen worden. Je kunt die dieren ook verdoven en verplaatsen. Je kan er van alles mee doen. Maar laten we dat allemaal bekijken. Er komen ook hoorzittingen. We gaan ter zake deskundig horen. Ik wil even afwachten. Ik heb zelf nog een belangrijk iemand op dat onderzoek gezet. Ik wil ook even afwachten wat er allemaal uitkomt. En ik wil met u graag naar die boeren toe die dat zeggen. Want die hebben zich niet bij mij gemeld. En dus wij laten ook die mensen niet in de steek. En ik vind het ook heel flauw om te zeggen dat ik niet voor schapen opkom. Dat is zo flauw. Nee, maar dat zei de mannen. Nee, maar dan gaan we niet weer met ik vind dat, maar toch, ja, maar het is dat allemaal, heeft u al drie keer gezegd. Ik vind dat zo kinderachtig en flauw. De heer Vlag. Maar daar staat hij weer, inderdaad. Die was, ja, klopt. De heer Vlag. Ja. Voorzitter, geen interruptie, maar persoonlijk feit. Want ik heb het de heer Graus twee keer horen zeggen. Alsof ik gezegd zou hebben dat als er een keer een wolf een schaap aanvalt... dat alle wolven zouden moeten worden gedood. Dat is gewoon nadrukkelijk niet waar. Ja. Ik heb gezegd dat ook de SGP blij is dat de wolf terug is in Nederland... maar dat hij geen natuurlijke vijanden op dit moment heeft... en dat de groei exponentieel gaat... en dat wij zijn voor een verantwoord beheer om probleemwolven aan te pakken. Dat heeft u recht gezet. Nee, de heer Graus. Nee, maar daar zeg je iets van die klopt. Want hij... Meneer Graus. Dit is een persoonlijk feit, daar gaat u niet op reageren. Mevrouw Auwehand. Ja, voorzitter, ik wil graag even terug. Ik vind het wel opvallend dat er zoveel vragen worden gesteld over inderdaad dieren die in de natuur leven. Terwijl de heer Graus ook terecht zegt, ja, maar moet je eens kijken hoeveel dieren de mens doodt. Ik vond het mooi dat de heer Graus ook zei, de PVV staat voor een ethische omgang met dieren. En als het bijvoorbeeld gaat over een dierwaardige veehouderij, probeerde de VVD zojuist even te proeven, blijft de PVV bij haar steun voor de wijziging van de wet dieren. Zoeken naar hoe dat voor boeren mogelijk wordt, ben ik het zeker mee eens. Maar weegt voor de PVV ook mee dat deze belofte aan dieren, dat we voortaan het systeem aanpassen aan de dieren in plaats van andersom, dus dat we stoppen met het afknippen van lichaamsdelen, dat we stoppen met het houden van dieren in kooien, wat we met nertsen hebben gedaan, dat die belofte eigenlijk al 20 jaar wordt gedaan en dat het ook belangrijk is dat de politiek daar een keer naar handelt. Weegt dat ook mee in de verdere beslissing van de PVV? Ja, maar daar sterker nog, ik heb mevrouw van der Plas er zelfs een compliment over gemaakt. Met de uitvindingen van Twan Beurske en zijn boer en ook meneer Van Gorp, Koen Van Gorp. Tegen dat staatbijten, dat vinden we allemaal niet prettig en zo. En als er oplossingen voor zijn. En we hebben dat niet voor niks gesteund. Alleen, ik zeg u wel, en dat weet mevrouw Auwehand hoe dat werkt. Er zijn 21 mensen bijgekomen in mijn fractie. Ik zeg hier nu de punten zoals ik ze tot nu toe 17 jaar heb gezegd. Het kan best zo zijn dat dadelijk een meerderheid van mijn fractie zegt van Willet, dat je dat of dat doet. En dan is het zo, als je in een fractie zit. Er kan er altijd iets veranderen, mevrouw Auwehand. En dat, u hebt daar geluk mee in een vrij kleine fractie. Dat hadden we ook vroeger was het ook wat gemakkelijker. Maar hoe groter de fractie wordt, hoe meer mening en toestand. Dus ik kan soms... Wat is er, meneer Van Kampen? Het was een... Hij lachte. Zo. Nee, maar dus het is altijd zo dat... En zo heb ik ook met die wolf, toen ik zei, hè, de wolf...
is er. En op een gegeven moment zei de fractie, wacht eens even, want er zijn zich zoveel mensen melden. Dus die heiligstatus, hij moet ook aangepakt kunnen worden waar nodig. Nou, als mijn fractie, dan moet ik dat zo naar buiten brengen. Dat wil niet zeggen, als het om het doden van dieren gaat. En dat is binnen onze fractie ook altijd goed geregeld. Want als het om medisch-ethische dingen gaat, en ook ethische dingen die met geloven zitten, dan mag je altijd, dat geldt ook voor abortus en euthanasie, mogen wij apart zijn. Maar ik ga natuurlijk nooit voor het stemmen voor het doden van dieren. Want sterker nog, dan verlaat ik nog liever de Kamer. Want dat kan niet. Ik ben om die reden de politiek ingegaan. Maar dat wordt ook mijn geloof. En alles voor mij als dierenmonster aangetast. Dus dan zal ik daar een lijn trekken. Want ik ga niet voor God spelen. En ik heb dat helaas al een keer moeten doen bij het euthanaseren van mijn eigen hond, die leed. Dus heb ik al min of meer een beetje verkoopt waar ik nu nog steeds mee zit. Maar dat wil ik gewoon niet. Dat gaat echt, dat kan niet. Mevrouw Ouwehand, hierover, er komt nog een apart wetgevingsoverleg trouwens over dit onderwerp. Maar mevrouw zeker, Ouwehand. Zeker voorzitter. Maar ik hoorde de heer Graus ook vragen om een reactie van de minister op de oproep vandaag in de krant. En de terechte constatering van dierenorganisaties een beetje dierwaardig bestaat niet. En ik wil gewoon inbrengen dat er heel vaak hele mooie woorden door verschillende politieke partijen worden gesproken over dieren. Maar als puntje bij paaltje komt, dan worden aangenomen moties niet uitgevoerd. Of dan is er beloofd, we gaan het over 10 jaar doen. En dan zijn de 10 jaar voorbij en dan wordt het toch weer doorgeschoven. Dat is voor de dieren natuurlijk ellendig. Dus ja, ik wil de heer Graus ook vragen of hij ook vindt dat aangenomen moties ook door dit demissionaire kabinet gewoon moeten worden uitgevoerd als het gaat om de wens van de Kamer om te stoppen met de import van kalfjes, waar de heer Graus ook terecht van zegt, ja, wie verdient daaraan? Dat is de Van Drie groep, die staat in de quote 500. En als we dat toch gezegd hebben en een verbod op tasers in slachthuizen, al die aangenomen helder, moties, niet alle voorbeelden te noemen. Vindt de heer Graus ook dat het demissionaire kabinet gewoon die aangenomen moties moet uitvoeren voor dierenwelzijn? De heer Graus. Ja, maar ik denk dan algemeen dat geen enkel van de 150 Kamerleden die zullen het met u oneens zijn. Iedereen vindt, hoe dan ook, al heb je die motie niet gesteund of niet meegetekend. Maar dan nog vinden we allemaal dat aangenomen moties en amendementen uitgevoerd moeten worden. Dat is logisch, dat is evident. Maar ik heb ook om een reactie gevraagd. Hè. Ik heb die advertentie, ik heb het nog laten zien aan de minister. Ja. Van een beetje dierwaardig bestaan niet, minister Adema. En ik heb er ook om een reactie om gevraagd. En wij hebben destijds het amendement gesteund. En we hebben toen ook inderdaad van boeren, dan moet ik wel meneer Van Kampen gelijk geven van de VVD. Wij hebben ook gehoord van, geef ons wel en hoop ik ook dat de Partij voor de Dieren er ook mee gaat. Kijk, soms is er gewoon iets meer tijd nodig. Soms moet je wel eens een stapje terugzetten, want dan 2 stappen vooruit zetten. Maar het moet wel allemaal ook goed kunnen verlopen. En daar willen we ook echt de kerk in het midden laten. Maar bovendien, als er iets wijzigt, dan is het altijd, kijk, het is altijd aan de fractie. Hè? Ik ben een woordvoerder namens de PVV. Ja, en heeft hij helder gemaakt. En over een paar jaar zal ik wel gewoon als straatvechter, dierenambassadeur weer de praktijk ingaan ooit. Maar nu, ik heb hier veel bereikt voor dieren, meneer de voorzitter. Maar ik moet ook soms, ik kan niet altijd als dat bij u gaat. Ik heb ook soms met een fractie mag zeggen, Dion, ho, en daar is de lijn. En daar houd ik me er ook. Ik hou me wel aan een fractiediscipline. Helder. En dan komt hij er maar niet kwalijk. Want ik heb ook veel aan mijn fractie te danken. Hè. Want alles wat er is, dierenpolitie, 1-4, VTNR, Frans Team, allemaal door de PVV. Dus dat had ik nooit in mijn eentje bereikt. Dus ik moet ook, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dank voor uw inbreng en dank voor de antwoorden op de interrupties. We gaan nu door naar de volgende spreker. Had u nog vragen aan mij misschien? Of iets voor ben ik iets vergeten te zeggen, meneer de voorzitter? Ben ik iets vergeten te vragen? Ik heb genoten van het debat over de wolf. En